Kwartje. Hans Theeuwen is niet dood. En Dick Bruna breidt zijn familie uit. Groenteman, maak er wat van. Goedemiddag, welkom in de plantage. Tweede goede nieuws is, Dick Bruna is ook niet dood. Dus we hebben twee levende gasten aan tafel die allebei een heleboel dingen leuker vinden dan geïnterviewd worden. En dan misschien wel hier zitten. Niet persoonlijk bedoeld, hè. Maar toch. We hebben ontzettend lang gezeurd aan vooral Dick Bruna zijn hoofd. Want als je zo'n programma lang maakt, dan word je steeds gulziger. En dan ga je de lat steeds hoger leggen van de gasten die je absoluut een keer aan tafel wil hebben. Nou, Bruna was er één van. En maar had nooit tijd en dan was hij weer op promotietour in hele ongure, verre landen. Ja, hè? Japan lastig, en Amerika, nooit was hij er. Gewoon een lastig mannetje. Maar toen zeiden we, ja, maar die Ark van Noach, Ruben en de Ark van Noach, kreeg ik opeens onder ogen. Dat heb je geloof ik, eind vorig jaar is dat uitgekomen. Ja. En dat is weer zo'n prachtig boek, dat ik dacht, nou nu is het moment. Bruna moet komen. Nou, hij kon geen nee zeggen. Dat kan hij namelijk ook moeilijk. Dus hij is er. Hans Theeuwen heeft weer een andere reden waarom hij geen nee kon zeggen. Namelijk een film. Jezus is een Palestijn. Gemaakt door Lodewijk Krijns. Net een première gegaan in Rotterdam. Het filmfestival. En jullie hebben een riante promotiebeleid, geloof ik, hè? Ja. De familie. Kim van Kooten, jij, Lodewijk Krijns. Er kan geen... Zijn jullie een koffietijd geweest of nog niet? Nee. Oh, is misschien een idee. Nee, ja, dat zou ik heel graag liever dan hier, hoor. Koffietijd. Ja. Sterker nog, ik zou koffietijd ook liever presenteren dan de plantage. Ja, kan me voorstellen. Ja. Dus dan zien we elkaar bij koffietijd. Zullen we dat doen? Dan houden we ermee op. Oké, see you at koffietime. Yes. Ja. Nee, maar goed, ook jij bent doorgaans nogal terughoudend met publiciteit. En je hebt nu ook niet zo gek veel gedaan. Maar des te blijer ben ik dat jullie er zijn. Zeg, we hebben jullie gevraagd om elkaars werk een beetje te bestuderen. Heb je lang aan besteed? Ik heb het, dat boek, hè, dat is van de Ark van Noach. Ruben en de Ark van Noach. Ik heb het in één keer uitgelezen. Eén adem? Fantastisch. Knap. Ja. Nou, is toch altijd nog een stuk of 300 letters, toch wel? Ja. Ja. En wat vond je de sterkste passage? Nou, wat mij op... Ik vind de rol van God vind ik wel een hele vrede. Vertel. Dat het hem even niet zint en dat hij dan iedereen verzuipt. Want dat doet hij eigenlijk. En dan behalve... niet eens... Behalve de familie Noach, omdat die maakte geen ruzie. Nee. En, maar ja, dan zullen er toch nog wel meer families zijn geweest op de wereld die deugden. Maar die zijn allemaal verdronken. Ja. En niet eens met een grote vloedgolf, maar heel langzaam. Dus doordat het ging regenen. Dus dan staat het water eerst tot hier zo en dan wordt het steeds, dan klim je naar je dak en dan op een gegeven moment dan moet je water trappelen tot je dat niet meer volhoudt. Dat vond ik wel vreed. Dat heb je er allemaal bij bedacht, hè? Dat is ja, ik dacht, dat had ik die tekeningen zo van die mannetjes die dan op daken staan en niet meer, dat vond ik wel jammer dat er niet in zat. Ja. Maar ik vond ook leuk dat er... Want je maakt dan een keuze uit welke dieren dat je tekent. Hè? Dan moet je natuurlijk nog kiezen. Maar dat je ook dat je en de kamelen en de dromedarissen. Ja, allebei. Ja, ja, dat vond ik leuk. Ja. Ik dacht van, normaal zou je dan kiezen of de kamelen of de dromedarissen. Dan weet je voor de rest van je leven, van je lange leven, weet je het verschil eigenlijk. Ja, dat ze hebben één en die twee bulten. Ja, die dromedaris één. En... Dat moet ik iedere keer weer nakijken, ja. Ja, oh, jij moet je zelf ook nog iedere keer moet denken van, hoe was het ook alweer? Ja, ja, ja. Toen dacht je, god, als ik het nou teken, dan weet dan ik het ook voor altijd. Dan, ja. Maar ja, het loopt in ieder geval voor de familie Noach goed af. Ja. En die Ruben komt ook leuk weg. He? Hij wordt een vlinder. Ja, hij wordt vlinder. Het is een open einde. Ja, hij wordt een vlinder. Het is een open einde, maar hij zal daar kunnen we wel van uitgaan. Dat ja, absoluut. Ja. En is dat het enige wat je ooit van Dick Bruna hebt gezien? Of? Nee, ik heb die Nijntjes natuurlijk wel eens gelezen vroeger. Ja. Ja. Kijk, we hebben hier ook nog. Doe je ogen dicht? Nijntje in Braille. Moet je ogen dicht nog kijken? Dat zijn de letters, die kan je niet. Probeer, dit is wat hier staat. Ja, jouw handicap is dat je niet blind bent natuurlijk. Oh, erg blij dat ik niet blind ben, zeg. Dat ja, is er wel lastig. Behalen, moeilijk, hè? Dit is lastig, hoor, ja. Ja. Ik, ja. Het is een tent. Oh, het is een tent. Het is een tent, ik zal het maar zeggen. Goed, ik wil nu even praten met Hans. Maar wil je alsjeblieft op de punt van je stoel blijven zitten? En als je ook iets wil weten of als je denkt, ja, waarom vraagt ze dat nou helemaal niet? Ja. Please, break in.
Jezus is een Palestijn, film Lodewijk Krijns. Nou ja, inmiddels heeft iedereen daar wel iets van meegekregen. Je speelt daarin met Dijn Blom, debutante. Die speelt Lonneke, jouw geliefde. En Kim van Kooten, je vriendin, maar speelt in de film je enorme bitchy zusje. Het begint met een motto, die film. Zoek niet, want hij is in ons midden. En dat is een uitspraak van David Koresh van die enge secte in Waco, Texas. Waarom heeft Lodewijk Krijns dit motto vooraan gezet? Ja, nou, hij heeft het zelf verzonnen, het motto. En heeft er toen David Koresh onder gezet. Nee, dat is echt waar. En daarin maar is... waarom weet ik niet precies. Ja, dat staat hier, het antwoord staat hier niet hoor. Hier staan de vragen alleen maar. Ja, nee, ik weet niet. Ja, ik weet niet. Nee. Zie jij die film, volgende vraag. Zie jij die film als een grap? Als één grote hilarische satire op sectes? Ja, het is zeker een satire, ja. Of heb je er ook nog een andere laag in ontdekt? Nee, volgens mij zit er niet een... Tenminste, voor mij zat er niet echt een hele duidelijke boodschap in of een duidelijk statement. Het is gewoon een enorme verzameling van heel veel onderwerpen die aangesneden worden en waar de draak mee gestoken wordt. Ja, want je kan zo gek niet bedenken of het gaat erover. Hè? Of het nou incest is of euthanasie en die hele rally-carousel die we zo langzamerhand om ons heen hebben. Ik zag laatst een stukje journaal, geloof in Stardust, waar je eigenlijk denkt, is het wel zo'n satire, die film van Lodewijk Krijns? Want die mensen zijn allemaal minstens even mattenklap als jullie als Hare Krishna's of godsdienstwaanzinnigen op een flat in de Bijlmer. Ja. Ja. Zeg maar een antwoord. Nou, ja. Oké, okay, dat is waar. Dat vind ik ook, ja. Ja. En je kan niet iets tegenspreken? Meer. Nee, ik ben het helemaal met je eens, okay. Voorlopig. Dan gaan we nu kijken naar een fragment in onze wanhoop. Die zeerovers, die hadden allemaal oorbellen. Omdat ze dan konden ze naar het kruin, dus konden ze verder kijken over zee. Dus eigenlijk werkte het hetzelfde als die naalden in de Chinese acupunctuur. Want die prikken ze in je oorlelletje als je slechte ogen hebt. Want je oorlelletje is weer door een meridiaan verbonden met je ooglens. Oh ja, en mijn neusringetje, heeft die ook een geneeskrachtige werking of zo? Ja. Zo'n ringetje in je neus, dat prikkelt een zenuw die de vrouwelijke vruchtbaarheid stimuleert. Dus ja, echt waar, daarom is India ook zo dichtbevolkt. Want al die Hindoestaanse vrouwen, die hebben allemaal zo'n dingetje in hun neus. Dat is toch onzin? Wie heeft je dat verteld? Het is geen onzin. Kijk, echt waar, je moet ieder stukje metaal moet je eigenlijk zien als een soort minuscule schotelantenne die de positieve straling vanuit de kosmos direct in het lichaam brengt. Want in feite, kijk, die smeedijzeren pinnen waarmee Jezus aan het kruis genageld was, weet je wat het waren? Nee. Dat was niks anders dan hele grote piercings, waardoor hij in staat was om te communiceren met zijn vader in de hemel. Godvertering, kutbeest. Ja, ik ga dit dus echt niet opruimen hoor, dat moet je zelf doen, kijk nou. Godverdomme. Ramses! Oh, je praat niet meer tegen me. Ach man, wat kinderachtig zeg. Heb je eigenlijk een houding gevonden of een basishouding van waaruit deze Ramses altijd opereert? Wat voor iemand is het in jou? Ja, hij is heel introvert en hij is leidzaam. Hij neemt eigenlijk geen beslissingen. Hij neemt zijn leven niet in eigen hand. Dus hij heeft geen flair of zo. Hij is niet doortastend of sterk of heeft een beetje een zwak karakter. Alleen later in de film dan neemt hij hele drastische beslissingen. Maar voor de verdere was het zaak om inderdaad niet te veel flair mee te geven en hem niet te krachtig te maken of te sterk te maken. Want dan klopt het niet meer met het karakter. Ja. En is dat Lodewijk die dat bedacht heeft of heb jij zelf gezocht daarnaar? Nou, als je het leest, het is ook zo geschreven. Het is heel goed geschreven. Eigenlijk alle informatie die ik nodig had over de rol stond in het script. Stond in de tekst. Toen ik het las, had ik eigenlijk al meteen een beeld van hoe ik het wilde gaan spelen. Ja. Hoe is hij op jou gekomen? Nou, dat is via Kim gegaan. Hij wilde eerst Kim hebben en Kim las het script en dacht toen aan mij. En toen heb ik auditie gedaan en toen ben ik aangenomen. Ja, en op die auditie ben je aangenomen omdat je eigenlijk helemaal niks deed. Ik bedoel, ik dacht die jongen, die als vreemde mensen
hem gaan vragen over wat er allemaal gebeurt in die secte, dan zal hij niet zo spraakzaam zijn. Dus ik zei bijna niks. En dat vond hij in het begin wel vreemd. En toen zag hij het laatste terug en toen dacht hij, ja, dit klopt wel bij de rol. Ja. Ja. Wat Dick Bruna net zei, dat je juist door je manier van kijken en dat hele directe, bijna naïeve, onschuldige kijken van je, is dat iets wat je bewust hebt gedaan of heeft Lodewijk je dat gezegd? Of hoor je dat nu achteraf dat je denkt, ja, verdomd, dat is zo. Nee, dat is eigenlijk vanzelf gegaan. Daar heb ik niet over nagedacht. Ik heb niet gedacht, ik ga nu heel bewust naïef in de camera kijken. Maar dat ging vanzelf. Nou ja, want daardoor wordt het juist zo hilarisch natuurlijk. Maar ook soms heel verdrietig wat je allemaal overkomt. Dat is eigenlijk precies wat jij altijd doet met dat diertje. Mm-hmm. Dat rechte aankijken zonder dat er een soort raffinement in zit. Dat maakt dat je je heel erg vereenzelvigt met zo'n hoofdpersoon, vind ik. Is die Ramses, heeft die iets te maken met jou als je op het toneel staat? In je voorstellingen? Echt niet? Nee, dat is toch wel heel anders. Wat is het verschil? Nou, op de eerste plaats zijn de typetjes die ik in mijn programma doe veel spraakzamer en veel extraverter. Die zitten voor een zaal mensen en die spreken die zaal mensen toe. Mm. En dat is al iets wat Ramses nooit zou doen. En het is een compleet andere manier van spelen is het. Je moet eigenlijk, als je film doet, moet je alles vergeten wat je op het toneel doet. En proberen te zijn in plaats van te spelen. Maar op het toneel, want ik heb net je voorstelling gezien, Hans Theeuwen probeert, heet hij nog steeds. Terwijl volgens mij ben je inmiddels, als ik hem zo zie, redelijk uitgeprobeerd. Want dat is een fantastische belevenis. Maar ook daar, weliswaar praat je veel, uiteraard, de vorm is heel anders. Maar je bent ook met een soort verwondering en verbazing ontwikkelen die absurde verhalen zich om je heen. Ja, het zijn wel losers, ja. Dat is wel een overeenkomst. Ja. 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 Zelfs als je zegt, ik ben een mega-artiest en weet je wel, dat. Ja. Dan nog denk je, oh god, niet dus. Ja. Dus dat is wel een beetje wat er bij alles onder zit. Ja. Ja, geen vraag, geen antwoord, hè. Oh, wat een goede les. Ja. Ja, zwaar, hè. Heb ik een vraag? Ja. Wil ik je een stukje laten horen van iets?